Wat ook wel vaak het gevaar is, dat men zegt, oh, ik heb een bokstakel boven hangen, daar ben ik heel veel mee bezig. Mm-hmm. Kijk, daar schuilt wel een klein gevaar. Want wat dan gaat gebeuren, als iemand heel boos is, gaat hij heel hard op de bokzak slaan. Ja. Dan ga je conditioneren. Dus ben je heel boos, ga ik heel hard slaan. Ja. Wat gebeurt als er dan geen bokzak is? Dan heb je heel hard aangeleerd om dan te vechten. Ja. Nou, en daar komen wij eigenlijk om de hoek. Om te kijken, hoe kan ik op een gezonde manier dat boksen inzetten om die emoties op een goede manier te reguleren. Ja. Dus het is een mooi middel. Een uitdagend middel. Ja, maar ook een dunne lijn dus. Ja, absoluut.